Wat doen politici nou de hele dag? En ik hoor het je al denken. Een beetje praten, een beetje eten, nog meer praten, een beetje debatteren en dan zijn ze klaar. Maar niet bij Denk. Bij Denk gaan we ook wel eens echt aan het werk. En vandaag ben ik hier bij Snackbar Double Dutch. Snacks en sandwiches. Hallo. Goedemiddag. Je bent de eigenaar? Ik ben de eigenaar, ja. Mooi, ik kom een dagje meewerken. Nou, welkom. Dankjewel. Ja, dan kun je yes uittrekken en gelijk een slagzaam. Ja, dat gaan we zeker doen. Het microfoontje even los. Ja, ik ga zo even omkleden en dan ga ik starten. Ja, goed. Even een schort om. Of een sloof, zo heet dat eigenlijk. We moeten er netjes uitzien, dat de klanten meteen zien dat wij degene zijn die verkopen en dat we de klanten helpen. En dan gaan we eens even kijken hoe dat er hier uitziet. Even kijken, het ijs, allerlei snacks. We hebben hier de warme snacks, de kassa. We hebben hier soft ijs en milkshakes, frisdranken, de sauzen. Dit is het werkgebied voor het friet en het afbakken. En hier de baguettes. En ook nog een pizza voor degene die wil. Goede voorbereiding is het halve werk. In de horeca heet dat met een moeilijk woord mise en place. De spullen op de juiste plek zetten. En ik ga vast het brood afbakken. Even kijken, 4 minuutjes. Mag ik een speciaal alsjeblieft? Ik heb wel speciaal. Ja. En ik heb een broodje kalfskroket. Broodje kalfskroket? Ja. Lukt je wel, hè? Wat moeilijk, hoor. Hey. Valt niet mee. Het is keihard weg. Zo. Ja. Klinkt ook super. Even kijken, frikandel speciaal. Ja, super, dankjewel. Dank u. En een broodje kalfskroket. Die meneer die komt waarschijnlijk iets anders doen dan wat ik denk. Ik denk dat u iets komt administratief afhandelen. Nee, ik kom wat ijs brengen. Ik zeg nooit nee tegen iemand die ijs komt leveren. Nee. Nou gaat het verhaal dat dat twee broers zijn die nogal eens slecht konden ruiken. Ja, klopt. Eentje ervan. Ja, dus ze vonden de ijs altijd een beetje vlak qua smaak. En toen zijn ze die ijsjes gaan maken. Nou, daarom zitten er bij heel veel smaak zitten er grote stukken in, omdat diegene die dus geen smaakpillen had, ja. toch kon proeven dat hij ijs had. Het verhaal klopt echt van Ben & Jerry's. Ja, maar nu is het een wereldwijd bedrijf, een van de grootste ter wereld, denk ik. Zo, het voelt een beetje oneerlijk dat je hier als kleine ondernemer lange dagen maakt. Soms 70 tot 80 uur in de week en dan komt er zo'n grote club. Ergens vanuit hun chic kantoortje, ergens op de Zuidas zitten ze denk ik of zo. Ja. En daar pakken ze overal een beetje geld af. Dus overal romen ze dat geld af. Ja, we worden van elke kant een beetje geplukt, aangeplukt, laat ik het zo zeggen. Dan hebben we de btw-verhoging. Dan hebben we dat ook nog. 6 en 9. Ja. Dankjewel, kabinet. Het wordt ons niet makkelijker gemaakt, zeker weten. De steun zit er sowieso niet van het kabinet. Dankjewel. Nee. Ja, ik wil graag een pakketje kipcorn. Kipcorn? Dat mag, ja. Ja, iets anders nog? Nee, dat was het. Een lekker pakketje voor u met kipcorn. Dank u wel, meneer. Alsjeblieft. Je zei het net al, er zijn heel veel ondernemers die dit niet meer kunnen. Ja, ik heb in deze half jaar tijd heb ik hier ruim 4 ondernemers zien weggaan. En er zijn er nieuwe voor in de plaats gekomen en die hebben er ook spijt van, laat ik het zo zeggen. Ja, te enthousiast begonnen. Heel enthousiast begonnen. Ja. Verkeerde aanname en uiteindelijk pakt het anders uit. Ja, je moet je heel sterk richten op het online platform. Want mensen, vooral met 6 euro per uur hier voor de deur, kunnen ze ook niet zo makkelijk. Dat begrijp ik ook heel erg. En ze worden ook luier. Mensen zijn binnen. Ja, en ze willen niet meer. Nee. Er zijn weinig mensen die elke dag van vroeg tot laat willen werken. Ja, klopt inderdaad, ja. Het leven verandert, hè? We gaan ook niet meer naar het werk met paardentram.
Dan zou je hier trouwens heel veel parkeerkosten moeten betalen. Zo'n tram en zo'n paard. Prima. Hey, horeca is echt zwaar. Je ziet ook steeds minder mensen die dat willen. Er zijn steeds meer mensen die ermee stoppen. Ja, lange dagen, weinig verdienen, veel concurrentie. Het wordt ook moeilijk gemaakt door de gemeente. Ja, de gemeente Amsterdam werkt zeker niet mee. Ik heb het idee dat die kan het allemaal niet zo heel veel schelen. Die zijn bezig met grachtengordelpolitiek. Mensen wegjagen uit de stad, die parkeren hier buiten, 6 euro. Ongelooflijk. En dan zitten we hier echt nog ver buiten het centrum. Dankjewel. Ja, super. U ook bedankt. Ja, graag gedaan. Ik heb hier de sloof. Nou. Ik vond het ontzettend leuk om een dagje met je mee te lopen. Dat is een mooie ervaring, van ik ook. Ja, om eens te kijken hoe jij elke dag hier aan de slag gaat. Wat het betekent als er in ver Den Haag keuzes worden gemaakt. Met BTW, met parkeren. Maar ook met andere regels die gelden natuurlijk voor ondernemingen. Wat is hard werken? Keihard werken. En ik wens je er heel veel succes bij. Super, hartstikke bedankt. Ja, thanks man. Yes. Ja, vandaag heb ich hier gewerkt bei Double Das in Amsterdam. Maar misschien heb jij wel iets waar Toenahan, Seltzoek of ik een dagje mee kunnen lopen. Of je nou een kapperszaak hebt of een hele leuke hobby of ergens anders over wilt praten met ons. Laat het ons weten. En misschien komen wij de volgende keer wel bij jou langs.